Welkom op onze online demo van de nieuwe cobot, de HC20. Ik ben Mark van Kaam, CAM-manager, en dit is Frank Christus, onze techneut. We gaan u enthousiast maken over onze nieuwe HC20 cobot. Laten we beginnen met de specificaties. Deze cobot, zoals u ziet in beeld, 20 kilo payload, serieus gewicht, 1,70 meter bereik, 1700 mm, dat is het bereik van een HC van een Europallet, IP67 productieprotectieklasse, is stof- en waterbestendig en makkelijk schoon te maken. Food grade grease, iedere as heeft zijn eigen torque sensor. Alle media doorvoer door de robot. Dat is ook vrij uniek voor een cobot. Bijvoorbeeld de I.O., inputs en outputs en lucht. En niet te vergeten, het is een hybride robot. Dus ook met industriesnelheid. We hebben twee types. Twee typen HC20 robots. Eén met de media connector set. Dat betekent dat de I.O. door de robot gaat. Wat ik net vertelde, plus perslucht. Twee leidingen perslucht. En de tweede type is ook media connector set voor I.O. wederom en een ethernetpoort. Dan gaan we het hebben over de toepassingen. Deze robot is zeer breed inzetbaar, met een uitmuntende specificatie. Van palletiseren tot beladen en ontladen van allerlei productiemachines. Van de metaalindustrie tot de voedingsindustrie en logistieke processen. Nu willen we laten zien, dat in onze eerste demo, hoe makkelijk het is om de robot te teachen. Hierdoor gaat Frank hem in zijn teach-modus zetten. Ik schakel hem hiervoor eerst over in de manuele stand. Ik pak heel eventjes een programmaatje erbij. En dan zorg ik dat het programmaatje zo goed als leeg is. Of helemaal leeg is. Dan kan Mark daar mooi de posities in aanmaken. Ik zal hem ook heel eventjes wat dichterbij zetten voor je, Mark. Zodat we ook netjes de 1,5 meter afstand kunnen houden, zoals die volgens de richtlijnen nu gedaan moet worden. Ik ga ondertussen even mijn microfoon wegleggen, om makkelijk te kunnen teachen. En dan schakel ik hem over op de hand guidance functie, dus de bediening met behulp van de tool. Daar staat hij nu op. Er zitten drie knopjes op de tool. Eén knopje move, op het moment dat Mark daarop drukt, kan hij de robot gaan bewegen, de tool gaan bewegen. En ik kan hem dus gaan brengen naar de posities die hij graag wil teachen. Op het moment dat hij zo'n positie bereikt heeft, kan hij op het teach knopje drukken. En op dat moment zal er een regel toegevoegd worden hier in het programma, waar deze positie opgeslagen is. En de robot dadelijk naartoe zal gaan bewegen. Verder zit er nog een derde knopje op de tool van de robot. Het tool knopje. Deze is bedoeld om eventueel ook de tool te kunnen aansturen en dus de opdracht kunnen geven om de tool te openen en te sluiten. Op deze manier kun je dus eigenlijk alle posities volledig teachen met behulp van de pols van de robot. Nou, Mark is inmiddels al klaar. Ik zet hem bovenaan een programmaatje en schakel hem weer terug op automaat. En op het moment dat ik het programmaatje nu af laat lopen, gaat hij deze posities die Mark zojuist heeft ingeleerd netjes aflopen. Uiteraard zijn de posities achteraf ook via teachpanel aan te passen op de positie iets beter te fine-tunen of snelheden te verhogen of een andere types beweging van te maken in plaats van een joint move, een lineair move bijvoorbeeld. Hij heeft het programma afgelopen, deze drie posities. Nog steeds in koboldstand, zoals u ziet met dit groene knopje. Dit groene knopje brandt, dit groene lichtje, staat hij in de koboldstand. Nou, ik heb hem nu eventjes teruggeschakeld naar de palletstand en deze job kunnen wij netjes laten zien, goed laten zien, dat de robot ook echt alle posities van de pallet kan bereiken. Hij gaat nu in elke hoek van de pallet gaat hij naar onderen en naar boven. Op het moment dat hij boven is, zoals nu, kun je zien dat hij behoorlijke hoogte kan bereiken. Ongeveer onze hoogte 1,80 meter. Maar mocht het nog hoger nodig zijn, kunnen we natuurlijk altijd de robot nog een iets hogere sokkel zetten en dan kunnen de hoogtes boven de pallet zelfs nog verhoogd worden. Ja, de volgende demo die we willen laten zien is de pushback functie. Dat de robot, als die
in zijn programma loopt, dat ik hem zo weg kan drukken uit zijn baan. Ik duw hem nu zo, terwijl hij in zijn programma zat, duw ik hem zo uit zijn baan. Hij gaat nu langzaam terug naar de positie wat hij de baan verlaten heeft. En loopt het programma weer gewoon af. Een andere functie is de retrack functie. Dat kan Frank misschien beter uitleggen. Ja, de retrack functie is wat moeilijker uit te leggen op beeld. Omdat het een beetje lastig is om te zien wat hij op dat moment doet. Maar voor de retrack functie is het in principe zo dat de robot komt ergens tegenaan. Meet daar weerstand. En trekt hem dan een stukje terug. Voordat hij echt in de storing komt te staan. Dat hij een collision heeft ontdekt. Dus echt dat terugtrekken zorgen dat de druk van het object wat hij aan heeft geraakt weg is. Dat noemen we de retrack functie. Hoe het er in werkelijkheid uitziet, ja, we kunnen wel eventjes een keer een flinke zet geven, Mark. Waar zou je een keertje willen doen? Even. Nou, je zag hem wellicht een klein stukje omlaag terugzakken, want hij was in de beweging naar boven bezig. En op het moment dat hij dus merkt van ik zit ergens tegenaan, gaat hij in dezelfde pad een stukje terug naar onderen. Om te zorgen dat die druk van het object af is. Nou, bovenop het gele knopje geeft ook aan dat hij nu in de storing zit. Zodra je daarop drukt, gaat hij weer verder met zijn programma. De volgende demo is onze 20 kilo demo. Dat we weer kunnen laten zien dat die robot 20 kilo kan pakken. Dat doen we door middel van twee gewichten van 10 kilo. Die staan hier beneden. Ondertussen is Frank nu dat programma aan het opstarten. Hij gaat nu eerst uit het pallet-programma en gaat hij naar het programma om de 20 kilo gewichten te pakken. Eerst naar zijn home. Ja, de robot beweegt nu naar de gewichten toe. 20 kilo die op de grond staat. Uiteraard op het moment dat hij die normaal op zou pakken, zou hij in storing springen. Omdat hij in één keer gewicht. Maar wij schakelen nu tijdens de beweging eventjes over naar een andere tool. Waarbij hij weet dat hij op dat moment 20 kilo aan de tool heeft hangen. En zoals je kunt zien, tilt hij deze 20 kilo zonder problemen gewoon op. Ook kun je zien, de robot staat nu vrijwel volledig in een gestrekte stand. Zelfs in die standen kan de robot die 20 kilo makkelijk tillen. Overigens geldt dat uiteraard voor al onze robots die wij leveren. Specificaties die we afgeven gelden voor alle standen waarin de robot zich bevindt. Dat is met gewichten, maar ook met nauwkeurigheden. Verder is het ook al eventjes leuk om te laten zien. Als de robot deze 20 kilo vast heeft en ik schakel hem nu over in manueel op de hand guidance, zoals we net ook al een keertje hebben laten zien, is het nu ook mogelijk om zelfs ook met deze 20 kilo de robot aan te sturen. Eerst het knopje move in te drukken. En dan vervolgens kun je... Ik doe dat heel simpel. Dus met één hand. Zonder veel kracht druk ik zo. En omlaag kan die uiteraard ook. Zou je mee robot omhoog moet die duwen, denk ik. Ja, dan moet ik even de microfoon wegleggen. Moet je heel even de microfoon wegleggen. Want dan kun je daarna ook heel eventjes laten zien dat het ook daadwerkelijk 20 kilo is. Door de gewichten er af te halen. Nou, Mark zal nu nog eventjes de gewichten eraf halen. Uiteraard, als ik maar eraf hoor, zal ik op dat moment ook al eventjes hier manueel over moeten schakelen op een tool van 0 kilo. Robert geeft nu bovenaan op de robot aan tot hij, ja, op het moment dat de gewichten eraf gehaald werden, zijn gewicht kwijt is. En dus een waarschuwing weergeeft van, hey, er klopt iets niet met mijn tool. Buiten tot die deze functionaliteit heeft, in kobotstand, is deze robot ook hybride te gebruiken. Ik zal hiervoor nu een ander programma starten. Hybride betekent dus hogere snelheid. Dan hebben we wel alle veiligheidsmaatregelen nodig. Zoals een lichtgordijn of hekwerk. Ik zie nu dat het groene lampje uit is. Dus dat betekent dat hij niet meer in de kobotstand staat. Dus ik moet nu even uit de zone van de robot. Dan kan Frank hem doorstarten. En dan kunnen we gelukkig toch nog even laten zien dat hij heel mooi op hoge snelheid beweegt. En hij dus als collaborative robot te gebruiken is. Buiten
tot ik het zo om kan schakelen, is het ook mogelijk om in vorm om te laten schakelen. Ik zal nu eventjes tijdens het bewegen de veiligheid weghalen. En je ziet, de robot is meteen weer terug in zijn collaborative stand. Het groene lampje is weer aan en hij beweegt weer veilig en langzaam. Ik mag dan weer in beeld. Dit waren de vier demo's die wij graag wilden laten zien. Van de HC20. En dit was tevens de presentatie. Ik dank u heel hartelijk voor de aandacht. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen. Voor offertes en prijzen en meer informatie voor eventueel een bezoek. Dank u wel.